Hallo, ik ben Jamaica Buizen. Ik studeer momenteel aan New York University samen met mijn zus Joika. Ik heb ook op de KTA van Brugge gezeten, waar ik tennisspecialisatie deed met Frey. En mijn zus en ik waren eigenlijk altijd heel geïnteresseerd in het studeren in het buitenland. En door de informatiesessie met tennis, waar jullie nu ook zitten, hebben we eigenlijk veel meer te weten gekomen over wat het allemaal inhoudt, wat je moet doen. En het proces om naar hier te komen is best wel intensief, maar eigenlijk is dat wel goed, want het is nodig om te weten te komen of het je wel zal liggen en of, ja, of dat je het wel leuk zal vinden om in Amerika te studeren. We hebben de keuze gemaakt om eerst naar een junior college te gaan. We zijn naar Santa Barbara City College in Californië geweest. We hebben daar 2 jaar gezeten. En ook 2 jaar voor het tennisteam gespeeld tot corona het seizoen stopte natuurlijk. En dat was echt super leuk. We hebben die beslissing gemaakt omdat we dachten dat het misschien gemakkelijker ging zijn om eerst in een cleaner college gewend te raken aan de American way of life. En het weg zijn van huis natuurlijk. En voor ons was het eigenlijk echt een heel goede beslissing. Het was ook gewoon de school, het was een super campus, super mensen. De professoren waren super, ons team en ons coach was ook heel vriendelijk. De athletic team was ook heel vriendelijk en ook heel behulpzaam, ook voor international students. Het was echt eigenlijk een van de beste beslissingen die we konden maken. Dan zijn we 2 jaar later natuurlijk ook terug het proces moeten doorlopen voor te applyen als transfer student. Uiteindelijk hebben we dan gekozen om naar NYU te komen. Dat was eigenlijk een beetje meer mijn beslissing, maar dat was ook gewoon omdat ik dacht dat het wel leuk zou zijn om gewoon te hebben op de East en West Coast en een beetje beide meegemaakt te hebben, want nu merken we toch wel dat eigenlijk wel toch nog een andere cultuur is, ook al is het alle twee Amerika. California is more laid back, always sunny. En hier is het natuurlijk echt fast paced. Het weer is een beetje meer zoals België. En het is natuurlijk ook gewoon een van de grootste steden in de wereld, maar het is ook gewoon super om in New York te wonen natuurlijk. Dus hier zijn we ook part of a tennis team. Maar door corona hebben we nog nooit een wedstrijd kunnen spelen, of er is nog geen competitie geweest, die ze zo normaal van start moet gaan in februari als alles blijft zoals het nu is. Dus hopelijk, want het is uiteindelijk ons laatste jaar voor Joika en ik als undergraduates. Er zijn wel al trainingen, dus dat is toch wel iets te hebben om part of the team te zijn. Dus het academic system in Amerika is wel anders dan in België. Niet dat ik veel kennis heb over het Belgische universiteitssysteem. Maar hier kan iedereen eigenlijk zelf zijn schedule samenstellen. Iedereen declared zijn major en bij die major horen natuurlijk ook requirements. En er zijn natuurlijk ook requirements voor iedereen. Onafhankelijk van welke major je hebt. Iedereen moet Engels nemen, moet een science nemen, moet een cultural vak nemen en zo verder. Dus het maakt eigenlijk wel niet uit wanneer je dat neemt. Ik kan bijvoorbeeld mijn cultural vak nemen in het eerste semester of in mijn zesde semester, dat maakt niet uit. Maar je moet gewoon op het einde van de rit, achter die 4 jaar, gewoon al je requirements gedaan hebben. Maar ik ben nu senior en volgend semester is mijn laatste semester als een undergraduate student. En ik kan volgend semester zijn eigenlijk bijna allemaal electives. Dus dat is wel leuk, want je hebt veel vrijheid in welke richting je uit wil, welke vakken je neemt en zo. Dat vind ik echt wel een pluspunt aan dit systeem. Okay, de voordelen voor een student-athlete zijn eigenlijk wel nog redelijk groot. Ten eerste, je hebt een hoger aanzien in het uni-gebeuren. Als student-athlete heb je... It's more special dan als je gewoon een regular student bent. Je hebt ook
een eigen systeem achter je. Er zijn academic advisors voor jou die helpen met schedule. Of als er problemen zijn met professoren. Ik heb dat nog niet gehad, maar dat kan altijd. Je hebt als je bijles nodig hebt of zo, die ga je tutors geven. Je hebt ook gewoon als er persoonlijk iets is, dan gaan die ook je altijd proberen te helpen en te doen. Je hebt ook kines die enkel voor student athletes zijn, dus dat is eigenlijk ook gewoon super handig. Je gaat er gewoon naartoe, al is het maar een beetje voor een heat of een massage. En bij ons is dat eigenlijk gewoon een team gebeuren. Het is zoals team uitstap. Je gaat er naartoe voor achter training of voor je wedstrijd. Iedereen praat een beetje, je lacht een beetje, je bent relaxed. Het is gewoon een gewoonte om eigenlijk naar de trainers te gaan. Hier in Amerika, waar wij eigenlijk wel gewend aan zijn moeten worden. Maar het is wel echt leuk. En het leukste en beste part of being part of the team is eigenlijk dat je hebt een onmiddellijke familie. Je hebt je teammembers zijn eigenlijk worden gewoon eigenlijk je beste vrienden. Je spendeert zoveel tijd met hen on en off court. Je reist samen, je eet samen, je speelt samen, je speelt je competitie samen, je wint of verliest samen. En meestal spendeer je vrije tijd ook wel nog een keer met hen door een keer samen naar het cinema te gaan of naar de beach. En het competitie gebeuren, of hoe de competitie eigenlijk in elkaar zit, zorgt er ook voor dat je echt als team samenkomt. Je wint of verliest eigenlijk samen met je team, want het maakt niet uit als ik alleen win en de rest van mijn team verliest, dan verliezen we nog altijd als team. En het zorgt er ook voor dat elk team echt close wordt, you support each other, iedereen heeft zijn eigen cheer, je roept, ook al ben je match aan het spelen, je gaat nog altijd iemand aanmoedigen of gewoon zeggen go Violets. Dat is wel iets wat ik leuk vind aan het Amerikaanse systeem. Je bent niet op je eentje. België kan er misschien nog een beetje van leren ook. Eigenlijk mijn beslissing om naar hier te komen was en is nog altijd een van mijn beste beslissingen dat ik genomen heb. Het is super leuk. Het is super ervaring. Je leert een nieuwe taal. Of je wordt vlot in je taal, want je denkt dat je Engels kan, tot je mening een keer voor de klas vol Amerikaan moet zijn. Het is ook gewoon super levenservaring. En ik weet dat er veel mensen zijn die denken, ja, maar mijn vriendin en mijn familie thuis. En uiteindelijk, er bestaat FaceTime en je stuurt berichten. En als je terug in België bent, of dat je stort zo voor mij als je terug in België bent, je bent onmiddellijk terug deel van de groep. Je doet terug dingen samen. Ook zo met mijn vrienden van de KTA, ja, we komen nog altijd samen als ik terug in België ben. En dat is ook gewoon, ik vind, dat weegt niet op tegen wat je allemaal krijgt als je naar Amerika komt. Ha ha ha.